helemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe visvlog. En vandaag ben ik lekker in Amersfoort bij mijn maatje Tobias. En we gaan jullie in deze video laten zien hoe je in de zomer goed roofvis kan vangen. En dan een beetje op de streetfishing manier. We gaan jullie laten zien wat voor stekjes goed zijn om bijvoorbeeld nu snoekbaars en baars te vangen. En hoe je moet vissen, welke techniek je daarvoor kan gebruiken. Het is weer lekker weer, je mag weer roofvissen. En voor heel veel mensen is het een beetje de vraag, ja, waar moet je nou een beetje op letten nu het lekker weer is? Hoe vang je nou een snoekbaars? Dat kan soms best wel moeilijk zijn. En ik denk, als wij jullie een paar kleine tips geven, dat het sowieso gaat lukken voor jullie ook thuis om je eerste snoekbaars te vangen. Of misschien wel meer snoekbaars te vangen. En we beginnen eigenlijk gelijk hier zo met de eerste tip, met het eerste stekje. We hebben hier namelijk, je hoort hem misschien al, een stuwtje. Oh, gaat er even eentje op mijn net staan. Een stuwtje is eigenlijk een soort van watervalletje. En dat watervalletje, dat zorgt voor reuring. Het zorgt voor beweging in het water. Ik ga het even filmen. We gaan hier even naar beneden. Ik geef je deze even aan. Hoppatee. Hop. Ik ga jullie dus even laten zien waarom dit nou een goede stek is. Ik ga het je even uitleggen. Zoals jullie zien, een hoop waterbeweging. Die waterbeweging zorgt niet alleen voor zuurstof, maar het zorgt ook voor dat bijvoorbeeld als daar voedsel van naar beneden valt, die roofvis eigenlijk alleen maar hieronder hoeft te liggen. Want voedsel komt vanzelf naar ze toe. Dus hier ligt sowieso, weet ik 100% zeker, misschien wel baars, snoek. Dus dit is even ons eerste stekje waar we wat gaan proberen. We gaan even klein. Waar ga je mee beginnen? Ik heb Keitech setjes 3 inch. En waarom wit? Ja, dat is mijn favoriete kleur, man. Ja, hè? Ja, maar het valt sowieso goed op. Beetje wit in het donkere water. Ja, sowieso. Het is een natuurlijke kleur. Ja. Dus ik denk dat dit nog goed werkt, man. Dus, nou, laat jij het eens even zien. Laat het proberen. Eerste worp van de dag. Het zou zomaar kunnen, hè? Het zou zomaar kunnen. Ik denk, serieus, als je hem hier zo, dat is ook een mooie plek, ik denk als je hem hier onder die brug gooit, krijg voor de kabel, dat je er één gaat vangen, een baars. Denk ik. Of misschien ook niet. Ik ga ook even mijn hengeltje klaarmaken, ik zet de camera neer. Ik laat je zo meteen ook even zien waar we nou mee vissen, wat voor hengel, wat voor lijn, wat voor molen. En dan kunnen jullie gewoon lekker dikke snoekbaarsen vangen, of kleine snoekbaarsen, maakt niet uit. We gaan in ieder geval lekker aan de slag. Het is lekker weer. Eind van de middag is sowieso een van de beste tijdstippen van de dag om in de zomer te gaan vissen. Het koelt een beetje af, de zon staat wat lager. Helemaal top. Ik ga deze er even aandoen. Dit heet een spybait. Dit is eigenlijk gewoon een hard plugje met voorop en achterop een kleine blade die draait. De zomer is wel een periode waarin je wat sneller kan vissen. Plugjes. Snel met een zware loodkopje met een shetje, zoiets, spinners, perfect. Ah, ja. Doe ook een fel shetje eraan. Come on. Dit is ook weer zo'n typisch stekkie voor in de zomer. Zo mooi onder zo'n bruggetje. Ah, vast. Trucje om los te maken, pingelen. Hop, de lijn strak. Ja, los. Het was hier helaas niks. Het kan zijn dat het water misschien wat bruiner is geweest. Misschien heeft het vanmiddag al iemand gewist. We gaan even naar de andere kant. Ik heb hier nog een mooi uitstroompje en nog een klein stuwtje. Dus we gaan even kijken of ze daar zitten. We gaan door de dag heen jullie gewoon even alle mooie stekjes laten zien. En ja, weet je, je moet gewoon in je eigen visserij op zoek gaan naar dit soort plekjes. En dan ga je gewoon vis vangen, want die vis die ligt hier wel. Het kan gewoon zijn dat nu bijvoorbeeld, omdat het gisteravond keihard heeft geregend, nu te troebel is. Het kan zijn dat er al een paar mensen hebben gevist vandaag, je weet het niet. Maar als je gewoon veel stekjes probeert, wij hebben hier nu een kwartiertje gevist. Helaas niks gevangen, ik heb 1 keer beet gehad. Nou, dan ga je weer verder naar het volgende plekje. We hebben dus hier een hele grote dode snoek gevonden. Oei. Ziet er niet best uit. Het is wel klaar. Oh joh, jezus. Ja, die is wel rond de meter. Ja. Zonde hè? Hij stinkt ook man. Dan ben je zelf gewoon. Ja, dat denk ik. Maar hier, hè, verderop is een stuurtje dus. En hier komt het water mooi uitstromen in zo'n versmalling. Dus het kan een goede plek zijn als je het precies onder weet te gooien. Lukt je dat, denk je? Je moet hier staan op de hoek en er zo onder gooien. Een betere angle moet ik hebben. Ja. Nou. Bijna. Bijna goed. En hoe vis je hem nu binnen? Ik doe 1 of 2 slagen en dan laat ik hem zakken tot de bodem. Voel ik dat mijn lijn slap staat en dan draai ik weer binnen. Een beetje op tempo, het kan in de zon. Ja, dus je zigzagt hem eigenlijk, ja, tikt hem op, bodem, tikt hem op, ja, bodem. Want die snoekbaarsen liggen op de bodem, hè? Ja. Die baarsen vaak ook. Ja. Dus ja. En wanneer krijg je de aanbeet? Vaak op het zweefmoment. Ja, dus als je zakt naar de bodem? Ja. Dus bij het zweefmoment voel je meestal dat ze erop duiken. Ja, iedere woord een aanbeet. Ja. Ja, snoekbaarsje. Ja, snoekbaarsje. Snoekie! Nice. Lekker gast. Ja, hij is redelijk lang. Maar hij kan wel schrijven. Het is een jumper. Oei, oei, oei. Lekker maat. Hoppa. Oei. Nice. Lekker hoor. Eerste vangst, klein snoekie. Okay. Prima visje. Mooi visje. Leuk. Lekker maat. Ja, hoppa. Hey bro. Lekker man. Nou, zo makkelijk kan het dus zijn. Dit is echt een mooi voorbeeldstekje. Je ziet het water daar eruit stromen. Nou, ze liggen er hè. Ja, ze lekker hoor. Dus, we doen het. Op naar nummer 2. Let's go. Ja. Ja. Hoppa! Nee, kom goed. Joehoe! Nee, kom goed. Oeh, mooi baars. Hoppa! En het rechte hoekje, daar wordt hij erin gezogen. Daarop. Nog een hele belangrijke tip voor tijdens vissen is dat je zorgt dat je buikje altijd vol is. Want je moet geconcentreerd zijn. En ja, wat is er nou vervelend dat je een aanbeet krijgt? Je hebt eigenlijk een beetje honger, je bent niet zo scherp, je hebt een laag bloedsuiker en je slaapt mis. Dus dat wil je niet. Dus lekker even een burgertje chappen. Dan gaan we nu naar een ander stekje toe. We gaan even het grotere water opzoeken. Ja, laten we dat doen hoor. Gaan we op het grotere water wat groter aasvissen. Andere plekjes, komt helemaal goud. Ook weer zo'n voorbeeld van een prachtige stek. Hier een mooi stuw. Je moet er wel even op letten dat je niet overal bij alle stuwen maar vissen altijd visplanner checken. Maar kijk eens even. Zuurstof in het water. Kleine visjes die in de problemen komen. En dan hier ook nog een brug. Snoekbaarsen en baarsen en vissen die ook wel van een beetje schaduw houden. Schuilplekje. Dikke AMG komt even langs. Maar dit is dus ook hier onder deze brug, weet ik ook zeker dat er snoekbaarsen liggen. We gaan hier even een paar worpjes maken. Ook weer zo'n stekje. Probeer het even een kwartiertje. Zijn ze aan, blijven wat langer. Zijn ze niet aan, gaan we gauw weer verder naar een andere plek. Zo. Gewoon mooi rustig hoor. We krijgen niet lekker op boven. Oei! Een schitterende baars onderaan de stuw. Hallo! Ik ga ook even een grote knoepert van een shet eraan doen. Dat kan soms even de uitkomst zijn. Ik heb net even... Auw, knip in mijn hand. Nou, net niet door mijn huid heen. Ik heb net even met dit kleine plugje op een roofblij gegooid. Die zit je ook vaak bij die stuwtjes. Ik pak nu even uit mijn kleine vissendoosje een grote shet. Waar ik die heb gestopt. Hier, deze wilde ik hebben. 14 gram, knettergroen. Lekker opvallend. Maak even vast met een grinner. Oh, lusje terug. Floepie, floepie. Floepie, 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 floepie. Aantrekken. Hop. Afknippen. Als je deze knoop niet weet, check even mijn filmpje. 5 goede visknopen. Gedaan. Ik zat vast man en tokkelen was niet de oplossing, dus helaas. Zijn afgebreakt. Afgebreakt. Nou, dat is wel vaak het nadeel van dit soort plekjes. Omdat je een harde onderstroom hebt, voel je soms iets minder goed je setje de bodem raken. Dus mijn tip daarvoor is, tik hem weer op als je denkt dat hij de bodem raakt. dan kom je in ieder geval wat minder gaan vastzitten. Want stel, hij ligt op de bodem, je hebt het niet gevoeld, wordt je lijn een beetje zijwaarts gedrukt, komt ergens achter vast te zitten, aasje kwijt. Dus het zijn wel risicovolle stekjes om te vissen, maar er ligt wel vaak vis. Tobias net een mooie aanbeet van de snoekbaars. Helaas ging nu niet. Nou, we gaan even verder, want dit plekje was op één baarsje na niks. En een tik voor Tobias. We gaan even naar grote water nu. We gaan wel plekken zoeken waar wat minder wordt gevist dan hier. Even kijken of daar een paar mooie snoekbaars voor jullie uit kunnen toveren. Tobias, ja? Ben je er nog? Jeetje, we moeten helemaal door de bosjes heen. Ah, wat een plek dit. Dat is top, hè? Ja, dat is top, hè? Het zijn ook nog stekelbosjes ook. Ah. Armen een beetje voor me houden. Ja, ik ben er. We hebben het overleefd. We zijn aangekomen op een nieuw stekje en we gaan het even anders aanpakken. Wat gaan we doen, meneer? We gaan met zwaardere loodkoppen vissen, grotere sheds, omdat het water wat onrustiger is. Dus, breder. Breder. En wat wordt het doel? Snoekbaars. Ja, hè? Dit is echt een snoekbaarstek. Ja, ik heb hier goed snoekbaars ook gevangen in het verleden, dus laten we hopen dat het gaat lukken. En zo te zien een Zander Pro, 11 centimeter. 10 gram kopje. Groen. Ja, een fel kleurtje. Even kijken of het werkt. Beetje bruin water ook, hè? Ja, daarom, dus laten we het gewoon proberen. Dat is sowieso ook een goede tip. Vis je nou in donker water, gebruik bijvoorbeeld wit of een felle kleur. Vis je in helder water, pak een natuurlijk kleurtje. We gaan het is hier wel 40, 50 meter breed. Dus we pakken even wat zwaardere koppen. We kunnen wat verder gooien. Je hebt hier een gemaaltje. Dat is nice. Je hebt daar nog een gemaaltje. Die pomp als geregend heeft, tjoep, water eruit. Dus dit zijn ook weer van die plekken, een beetje reuring. Ja. Ook nog eens een buitenbocht. Dus een buitenbocht, er stroomt altijd ietsje harder. Goeie plek. Top plek voor snoekbaars, man. Top. Nou, laat jij het eens even zien. Wat voor hengelvis je hebt op dit moment? Qua werpgewicht, lengte? Dit is een 5 tot 20 gram. Werphengel. 2,30 meter. Ja, beetje strakke stok, hè? Ja, maar wel medium action. Oké. Dus 1500 molentje erop. Ja. Goeie ruggraat erop. Jawel, dat wel. Dat wel. Kan goed haak zetten, dus... Ja, dat is belangrijk met snoekbaarsen. Op zo'n stuk gaat vissen waar je wat langer wil gooien, kies ik nu voor een langere hengel met wat meer ruggraat. Ik pak nu een hengel. Dit is een Shimano Yasei, 2,70 meter. Dit is even een wat langere stok met wat meer ruggraat. Kan ik wat verder gooien, wat beter de haak zetten op afstand. Wil je een meer allround hengeltje? Pak daar een werphengel van. 2,20 meter. Werpgewicht tot ongeveer 20 gram, 15 gram. Perfect. Nou ja, ik ga deze even snel optuigen. Gaan we aan de slag. Ik zet ondertussen de camera op Tobias, want die gaat er volgens mij gewoon eentje vangen. Zo. Ik ben alleen mijn statiefje vergeten. Dat is echt... typisch iets voor Daniel. Maar goed, we gaan er wel eentje vangen hier. Kijk, dit gaat hem worden. Eerste worpie. Zorg dat mijn GoPro connected is. Die zit goed. Die zit goed. Kijk, ik gewoon makkelijk naar de overkant met deze. Let op. Toch die beschadiging op die lijn. Ja? Dit zo, ja man. Ik had het al gezien. Ik dacht, val wel mee. Papa. Shit! Ja, naar links gooien. Ook even een keertje voor het kantje. Hallo, I am Elek. I verzemel stickers. Jezus, wat een gek joh. Hangen. Oeh, ah mis. Maat. Dan vang ik hem wel even. Dan vang ik hem wel even. Dat was er één, hè? Ja. Dat is een ram, jongen. Weer? Ja. 2 tikken, 1 worp. Harder aanslaan, man. Ja, de eerste keer van, de tweede keer voelde ik pas bij het binnen. Oh. Weer? Weer? Of is het een baars of zo? Dat ben jij, man. Maar de eerste niet hoor. Nee, zeker niet. Ik was helemaal hyped. Ik dacht, wat doe ik nou verkeerd? Oh, wat heerlijk dit. Die staat erop. Ja, hè? Ja, man. Weer een tik? Ja, man. Dat zijn baarsjes, man. Ja, hè? Ja, Anne. Lekker, gast. Toch snoepbaars? Ja, wel, man. Woe, we hebben er een! Ja! Oh. We hebben er een! We hebben er een! Oeh, schepnet. Ik geef jou even het schepnet. Hoppa. Lekker, maat. Gewoon 4 keer beter zo. Ja, hij is al los. Een snauwkophoekel. Hij heeft zichzelf onthaakt. Lekker. Hey Alekkie. Hoe is het in Costa Rica? Ja, lekker. Hey Alek, kan jij misschien op hoge resolutie een paar foto's naar mij mailen voor onze kijkers? Oeh ja, dat wil ik wel doen. Lekker. Komen we er nu aan. 1, 2 en 3. En als je Alek wil volgen op zijn reis, dan komt nu zijn Instagram in beeld. En dan gaan we nu naar de snoepbaas kijken. Hoppa! Vis. Lekker, maat. Dit is goed bezig. Ja, toch? Nou, super nice. Gaan we hem terugzetten. Oh. Oh, Burger Jones. Hey, lekker, maat. Ja, toch? Ja, tik hem aan. Zijn ze. Op naar de volgende. Werkt, het werkt. Ja, onze techniek werkt. Deze lag in het kantje, hè? Ja, in het kantje. En Keitech, man, heeft de trick. Groene Keitech. Ja, groene Keitech. Op 10 gaan. Lekker, lekker. We zijn aan het jiggen, Alek. Maar Alek, ik ga je weer even neerzetten en dan gaan we nog één vangen. Ja. Ja, een brasem, man. Een hele grote brasem. Echt een unit. Unit. Ja. Hoppa, gewoon een klein shitje. Hoppa, baars. Op die neus. Mooi baarsje. Vorige maaltje. Ik heb speciaal voor jullie even mijn kunsthaasbak erbij gepakt. En ik laat jullie zien wat naar mijn mening een mooi assortimentje is om bij te hebben tijdens het vissen in de zomer. Ik heb altijd een kunsthaasbak bij me. Ik heb eigenlijk altijd te veel bij me. Maar mocht je nou gaan kunsthaas vissen in de zomer op roofvis, op baars, snoekbaars en snoek. Neem dan verschillende soorten softbaits mee. Softbaits werken eigenlijk altijd. Kan je op alle dieptes vissen door een beetje te variëren in de gewichten van je jichtkoppen. Dus neem wat 3,5, 5, 7, 10, 14 gram mee. Dan kan je alle kanten op verschillende haakmaten. Pak je een grote shed, gebruik dan een grote haak. Hier zit heel toevallig nog een staartrechtje aan, maar dat is omdat ik hiermee heb geverticaald. Pak wat natuurlijke kleuren, zoals bijvoorbeeld deze, deze, deze. Neem wat felle kleurtjes mee. Roze, groen, oranje. Deze bijvoorbeeld super natuurlijk in de zomer. Als dan die kleine visjes uit ei komen, zou zoiets perfect zijn voor baars, snoekbaars. En ik neem vaak ook wat hardbaits mee, zoals bijvoorbeeld een rammelaar, een klein krenkbeetje, een twitchbeetje die je zeg maar op verschillende dieptes kan vissen. Wat ook een spinner kan goed zijn. Bijvoorbeeld een lepeltje. En als je ervoor zorgt dat je dus gewoon een mooie variatie bij je hebt, dan kan je iedere situatie aan. En dan kan je van alles vangen. En ik vind het zelf persoonlijk altijd leuk om ergens op aan te passen. Zie ik roofblij jagen, pak ik snel een lepeltje, pak ik snel iets wat ik voor roofblij kan vissen. Kom ik bij een plekje waarvan ik denk, hier kan ik een baars vangen. Ga ik met een kleiner aas vissen. Kom bij een plekje waar ik denk, hier zit misschien wel snoek. Pak ik een wat groter aasje. En zo deel ik eigenlijk mijn dag in. Ik ga gewoon vissen, ik zie wat er gebeurt en ik gebruik echt van alles op zo'n dag. En dat maakt het leuk. Je vangt verschillende vissen en dat is mijn key tot succes. Laatste stikkie van de dag, denk ik. We gaan hier proberen nog 1 snoekbaars te vangen. Het begint ook al een beetje te schemen. Goed moment van de dag, ook een goede tip. Vis 's ochtends vroeg, vis 's avonds laat, zeker met warme dagen. Doe het maar eens even voor, jongen. Nou, ik ga even een worpje maken. Woe! Het is hier mooi rustig, hè? Een beetje uit de wind. Ik heb ook 7 gram eraan, dus ik hoop dat het werkt. Ja, dat gaat zeker werken. Dan straks daar verderop ook nog een paar worpjes maken. Ja. Top, ik ga ook mijn hengel erbij pakken. Ja, dat was raar. Ah, vastzitten. Ja, vis! Huh? Nee, los. Wat de fuck was dat, hé? Hé? Ja, ik denk dat het vis was. Heel raar. Heel raar was dat. Zo, dat is de raarste aanbeet ooit, man. Ja, ik draai zo, ik deed dit en ik voelde zo een soort van alsof ik ergens tegenaan draaide. En ik denk, hij gaat niet vallen. Ik voelde geen spanning komen. Ik voelde wat en toen had ik spanning en toen was hij al los. Dat hij me al uitgespuugd. Dat was wel vis. Ja, was 100%. Dat was zeker vis. Een raar aanbeet. Zo, het is al bijna donker. Het is inmiddels, zoals even checken hoe laat het is. Het is inmiddels 10 uur. Achter mij doet Tobias laatste paar worpjes van de dag. Iedere keer dit chatje optikt, doen een paar een beetje special facts met z'n top. Een beetje actie te creëren. Precies, een beetje extra actie. Ik ben al bijna, hè? Ja, dat was wel echt een lange worp, gek. 60, 70 meter of zo? Origine ben ik ook een surfvisser. Oh ja, dat is een strandvisser. Ja. Gewoon meestal eerst naar Engeland en dan haal ik rustig binnen. Ja, precies. Dus ik weet hoe ik het doe. Dus als je goede afstanden wil maken, dan mik je op het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja precies. Heet het nog wel zo? Ja, ik denk het. Ja? Ik denk nu juist. Brexitland. Brexitland. Nou, ik vind het mooi geweest. Ja, hè? We gaan er vandoor. Nou, dames en heren, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vond je nou leuk met Tobias? Geef dan sowieso even een likeje. Vond je Tobias minder leuk? Geef dan ook sowieso even een likeje. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag om 7 uur terug bij een nieuwe video. En dan zeggen wij de mazzel. Later.